Geeft echt een sfeertje in je kamer. Ik heb deze goud gespoten. Echt nog steeds super blij mee. Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe Action Shop vlog. Ik ben Marloes en ik neem je mee in onze nieuwe serie waarbij we YouTubers hebben gevraagd om hun 10 Action favorieten te laten zien. Zometeen gaan we kijken naar de favorieten van Rosalie, maar ik ben heel erg benieuwd, wat doe jij nu in deze periode? Heb je misschien nieuwe hobby's of oude hobby's weer opgepakt? Ben je meer aan het schoonmaken zoals ik? Ik hou helemaal niet van schoonmaken, maar ik heb er wel de tijd voor nu. Ik ben heel benieuwd hoe je de dagen doorbrengt, dus laat het weten hieronder in een reactie. Dan mijn favoriet die ik deze week heb meegenomen. Het zijn er twee. Ik heb mijn favoriet aan. Dit is een action jurk. Het is een wrap dress, maar hij zit vastgenaaid. Dus echt perfect. En daaromheen draag ik een action riem. Ik zal hem eventjes afdoen. Lekker knullig weer, Marloes. Dit is een action riem. Het is een western variant. Met hier een leuk patroontje op de riem. En hij heeft hier aan het uiteinde ook zo'n zelfde matching patroontje. Hij kostte volgens mij €3,95. Weinig. Ik heb gewoon een gaatje extra gemaakt, want ik draag het als een tailleriem. En daar heb je van die machines voor, maar dat doe ik niet aan hoor. Doe gewoon met een nagelschaartje of met een satéprikker of zo. Ik ben heel erg benieuwd naar de favorieten van Rosalie. Dus laten we kijken wat haar lievelings action producten zijn. Hi, ik ben Rosalie. En voor de mensen die mij nog niet kennen, ik heb zelf ook een YouTube kanaal genaamd Rosalie. En daar plaats ik voornamelijk school, fashion en lifestyle video's op. En vandaag neem ik jullie mee in mijn 10 favorieten van Action. Doe vast dat blauw duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren hier beneden om nog meer leuke Action video's te zien. En dan gaan we gewoon weer snel beginnen met mijn 10 favorieten. En dit is echt een oudje. Deze man namelijk. Ik heb deze denk ik al vanaf mijn eerste jaar van de middelbare school. Het is echt super lang. Maar ik laat hem heel erg graag zien omdat ik wel vaker bij Action van dit soort mandjes zie. Dus vandaar dat ik deze gewoon lekker meeneem in deze video. En deze mand was ook trouwens niet oorspronkelijk goud. Ik heb deze goud gespoten. En dat is gelijk ook echt een goede tip. Want je kan natuurlijk gewoon je producten pimpen. En je kan natuurlijk gewoon wit laten hoe die eerst was. Maar ik heb hem dus een beetje gepimpt waardoor hij wat meer eigen wordt. Je kan hier bijvoorbeeld een leuke kleed in doen. Of bijvoorbeeld allemaal body splashes. Het is helemaal aan jou hoe jij het wil indelen. Ik gok dat deze denk ik misschien €1 was. Het is echt niet normaal. Het is gewoon echt fantastisch. En hij gaat al jaren mee zoals je ziet. Mijn volgende favoriet heb ik denk ik laten we zeggen 3 maatjes geleden gekocht. Dat is namelijk deze stop met schildpadjes erin. Ze passen echt perfect in mijn kamer. Mijn kamer heeft namelijk een beetje het thema zwart en goud. En mijn hoofdkleur op mijn muur is een beetje roosachtig nude. Maar deze past er zo erg mooi bij omdat zwart gewoon heel erg chic staat. En ik vind het gewoon heel erg schattig. Hij is ook mega klein, maar hij past gewoon echt overal. Je kan hem neerzetten en hij staat gelijk leuk. Dus zo'n klein accessoire kan echt heel veel doen met je kamer. Ik geloof dat hij €2 was max. Je kan hem nog zien trouwens in een shoplog van Action. Dus als je het zeker wil weten, moet je die even bekijken. Volgens mij mijn eerste shoplog op dit kanaal. Echt nog steeds super blij mee. En echt een van mijn favorieten nog steeds. Dan een favoriet die heel erg praktisch is. Namelijk deze lijmroller. Ik ben echt een knutselfanaat. Ik vind het heel erg lekker om gewoon lekker te knutselen. Lekker te plakken. En deze lijmroller die werkt er echt heel erg goed bij. Het is eigenlijk een soort van plakband. Maar je kan het gewoon letterlijk rollen. En het geeft geen bubbeltjes. Dus stel je voor, je zou normale lijm gebruiken. Dan bubbelt dat papier op een gegeven moment een beetje. Ik denk dat vele mensen het wel een beetje hebben. Maar bij dit heb je dat dus totaal niet. Het ziet er gelijk wat meer verzorgd uit. En als je bijvoorbeeld heel erg fan bent van moodboarden, net zoals ik, dan is het echt fantastisch. Het is volgens mij 60 cent en dan krijg je er nog eens 2 van. En je doet er best wel kort mee, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is echt het geld waard. Het werkt heel erg mooi en het ziet er gewoon heel erg strak en netjes uit. En het werkt gewoon heel erg lekker makkelijk. Ik vind spiegeltjes altijd fantastisch. Ik heb namelijk nu een set van 3. En dat zijn 3 spiegeltjes die je gewoon heel erg leuk kan ophangen op je kamer. En echt nog steeds stuk voor stuk super leuk. Als eerste deze een beetje soort van schotelachtig. Waardoor die mooie strepen erin ziet hij er gewoon heel chic uit. Het is trouwens geen spiegeltje om je make-up op te doen. Want kijk hoe klein dat spiegeltje is. Maar je kan hem wel heel erg leuk ophangen als decoratie. Dan deze. Die vind ik echt heel erg gaaf. Die heeft wat meer diepte erin. Dus hij heeft 2 lagen. En als laatste spiegeltje hebben we dan deze. Dit lijkt er meer op een beetje soort van zon. En die kan je dus met z'n 3 combineren. Maar ook los. Je kan hem bijvoorbeeld de ene aan de ene kant van je kamer hangen. En de andere aan de andere kant. Spiegeltjes die doen het echt in je kamer. Action heeft echt heel veel leuke opties. Niet alleen deze. Dus ik zal zeker weten een kijkje nemen op de site.
tapijt bijvoorbeeld. De prijs hiervan was volgens mij 6 euro, maar daar krijg je er wel echt 3 spiegeltjes voor. En het is best wel een goede prijs, want ik zie sommige spiegeltjes echt voor 25 euro de deur uitgaan. En dat is natuurlijk best wel zonde, dus ik zou echt deze aanraden. Misschien valt het jullie op, maar ik heb echt heel veel decoratiedingetjes van de Action. En dit is weer zo'n decoratiedingetje die echt fantastisch is in het thema van goud en zwart. Het is net geen stolpje, maar het is gewoon een diertje, opgezet diertje. Alleen het gewijtje van het hert met het kleine hoofdje eraan. Gelukkig niet echt, maar het staat gewoon zo schattig, zo chic. Ik vind het gewoon heel erg leuk en verfijnd. Zelfs ook aan de voorkant, zoals je ziet. Vooral het gebruik van detail vind ik echt heel erg leuk. En wat je kan doen, hier bijvoorbeeld, je kan hem gewoon neerzetten. Maar je kan hem natuurlijk ook combineren met het stolpje. Of bijvoorbeeld een leuke kaarsje naast zetten. Het zijn echt voldoende mogelijkheden. Dus zo'n dingetje aanschaffen, daar kan je echt voldoende mee. Misschien kan je het al raden, maar ik ga nu iets heel erg fantastisch laten zien. Namelijk weer een spiegeltje. Ja, ik kan echt mijn geluk niet op bij de Action. Er zijn zoveel leuke spiegeltjes daar. En deze kan je zelfs neerzetten. En dat vind ik zelf echt heel erg leuk. In combinatie met bijvoorbeeld dat gewijtje en met die stolp. Dan heb je gewoon een heel erg leuk setje. Ook weer met het gouden en zwarte thema. Dat doet Action echt heel erg goed. Lekker op de trend inspelen. Dus vandaar ook dat ik die ook weer in mijn collectie heb staan. Ik vind hem zelf heel erg mooi. Een beetje dat mooi afgewerkte met van die mooie spijlen van staal. Ja, echt top dingetje. Ik vind hem echt zo leuk. Ik geloof dat hij iets van 2 euro was. En ik baal zo erg dat ik er niet nog een heb gekocht. Want ja, ik kan echt overal wel dit spiegeltje neerzetten. Zo leuk vind ik hem. Helaas is de lamp die hierin zat kapot gegaan net voor deze video, maar ik vind het echt een aanrader. Dit is namelijk echt een hele fijne, hier kan je gewoon een lamp in stoppen, kan je hem aanzetten en dan geeft hij echt heel erg mooi licht. Het is een beetje een smoky glas, wat ook weer heel erg trendy is. En ik heb hem hier gewoon naast mijn nachtkastje staan, zoals ik bijvoorbeeld nog eventjes een boek wil lezen of eventjes mijn samenvatting wil doorkijken voor de volgende dag voor een toets, dan is deze lamp echt perfect. Ik had zelf hier een gloeilamp ingezet, maar je kan natuurlijk ook gewoon een normale lamp hierin zetten. Het staat gewoon heel erg gezellig en het geeft echt een sfeertje in je kamer. Van die hele kleine lampjes, ja, die maken gewoon echt een beetje sfeer in je kamer. Ik heb echt wat met kleine spulletjes, dat vind ik echt helemaal leuk. Namelijk ook dit kleine vaasje, ook weer in het goud. Mijn geluk kan gewoon niet op. Alleen maar gouden dingen in deze video. Het glas is een beetje gewerkt, dus je ziet aan de ene kant, hij is wel bubbeliger, dat vind ik echt heel erg leuk. Je moet wel eerlijk bekennen, hij is echt heel erg klein. Hij ziet er misschien groot uit op camera, maar dit is mijn hoofd en dit is het glas. Ik heb mezelf gewoon gecombineerd op een nachtkastje. Wat je trouwens ook in dit glaasje kan doen, is bijvoorbeeld zo'n pampasgras. Dat is helemaal in nu. Het is een soort van, lijkt allemaal veertjes eigenlijk. Beetje wit is het. Dat is echt heel erg leuk om hierin te zetten. Wie had het ooit gedacht, een nachtkastje bij de Action kopen? Nou, ik had het eigenlijk zelf niet echt verwacht. Maar het is zo'n vet ding. Ook weer in het zwarte en gouden thema. Hij heeft aan de bovenkant gewoon een ronde plaat. Daar kan gewoon makkelijk wat op. Ik heb daar een vaasje op staan. Ik heb daar nog een vaasje op staan. En ik heb daar mijn lampje op staan. En dan ben ik eigenlijk ready to go. Ik kan zelfs nog mijn mobiel opladen. Dan kan die er ook nog op liggen. Dus echt een fantastisch dingetje. Je kan hem zelfs nog customizen als je dat zelf wil. Bij de Action hebben ze ook hele goede spuitverf. Dus dan kan je hem gewoon helemaal customize naar je eigen smaak. Zij voor je houdt meer van wit of zo. Maar ik vind hem zelf echt te gek. Ik geloof dat dat nachtkastje trouwens iets van 15 euro was. En dat is echt een mega goede deal. Of 7 euro, ik weet het zelfs geen eens meer. Het was in ieder geval verbazingwekkend dat het gewoon echt zo'n leuk dingetje was. En de prijs echt super erg meeviel. Wat ik je trouwens aanraad om bij de Action te doen, is echt bij de interieurdingetjes gaan kijken. Er zijn zoveel leuke kleine snuisterijtjes die je gewoon lekker kan meenemen. En dan gewoon lekker kan stylen in je kamer. Dus zeker weten aanraden om bij de Action gewoon lekker te kijken bij de interieurdingen. Want zoals je misschien is opgevallen, is bijna alles wel interieur gericht. En ja, daar kan ik echt altijd wel slagen bij de Action. Ze hebben gewoon heel veel dingen die gewoon heel erg lekker met elkaar matchen. En dat werkt gewoon heel erg goed. En voor een lage prijs, dus wat wil je nog meer? Echt, ik ben helemaal fan van Action interieur. En dan zie ik je misschien wel de volgende keer bij een Action video. Tot dan, doei doeg! Nou, dat waren de 10 favorieten van Rosalie. Ik ben heel benieuwd of jij nog een favoriet Action product hebt. Laat het ons vooral weten hieronder in de comments. Super bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. En vergeet je niet te abonneren. Dan ben je altijd als eerste op de hoogte van onze nieuwe video's. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent. Elke maandag is er weer een nieuwe video. Ook in deze tijd zijn we er weer met inspiratie. Dus hopelijk tot dan. En dat zie ik je dan. Dat is raar. Dat zie ik je dan. Ik hoop je dan te zien. Doei.